aan het vissen heb je er last van omdat je steeds kreeften vangt en dan moet je je lijn doorknippen. En hoeveel vangt u er dan? Ik heb er nou in 2 uur tijd heb ik er 6 gevangen. Kijk, zie je het? Hey. Als je een beetje op de bodem gaat vissen, dan vang je ze weer. Ja, we hebben eigenlijk op 2 fronten schade. We hebben echt fysieke schade aan de oevers, de keringen. Die beesten die graven heel graag. Nou, je kan je voorstellen, in een dijk of een kade, dan is dat niet handig. Daarnaast hebben we ook echt biologische schade, dus ecologische schade eigenlijk. Schade aan de biodiversiteit. Ze eten visseneitjes, amfibieën, insecten. En je ziet op plekken waar heel veel kreeften zitten, dat het met die dieren niet goed gaat. Ja, dit is typisch zo'n plek. Je ziet het eigenlijk al, niet heel diep. Hele zachte bodem, heel veel slip, veel dood hout. Op zich mooi voor de ecologie natuurlijk, maar daar zitten die beesten graag onder. We hebben Delfland in 2018 gevraagd van joh, doe nou eens een proef met het wegvangen. Het is nu 2022. Er is heel veel tijd besteed aan het onderzoek naar het optimale vangtuig voor rivierkreeft. Maar dat is misschien een misverstand, want die vangtuigen die bestaan al lang. We weten al lang hoe we rivierkreeften moeten vangen. Nou, er wordt op zich heel goed gevist op kreeften met bestaande fuiken en korven. Maar die zijn wel ontwikkeld om te vissen. Dus je ziet dat daar 1 bijvangst in optreedt. Van onder andere vis, maar ook grote waterkevers, zwemmende zoogdieren zoals ratten kunnen daarin terechtkomen. Dus wat je eigenlijk ziet in het hele Westen is dat het heel erg lastig is om de populatie echt onder controle te krijgen. Het lukt wel, maar dan moet je heel erg intensief vissen en daar horen natuurlijk behoorlijke kosten ook bij. En het is nog niet echt, het ei van Columbus is daarin nog niet ontdekt.